De bewoners van het dorp Redidotti en omgeving de Parra beschikken voortaan 24 uur over veilig en gezond drinkwater. Een regeringsdelegatie heeft in het weekend een waterzuiveringsinstallatie in gebruik genomen in Redidotti. De dorpsbewoners hebben jaren gewacht op dit moment. Volgens Lloyd Reed, voorzitter van de organisatie Samenwerkende Inheemse Dorpen in Parra de OSIP, is dit een belangrijke stap, maar er zijn nog meer dorpen die schoon en gezond drinkwater behoeven. Kapitein van Redidotti Marciano Stuger zegt dat het woord ontwikkeling klein is, maar een heel grote betekenis heeft. Ik heb een plezier, dat een aantal dorpen zijn nog abi water, steeds moro na moro en komoro ching. Want toen deed hij, maar ik denk dat die SWMD in de dorp ba. Voor ik alleen komoro vaar. Wabi Pitinsaro lette, wabi TBT, wabi Poika, wabi Mata. Mata Abwang, maar aan de sanete. Maar dat zijn de zaken die wij gaan bespreken. Als bestuur gaan we dat ook doen. Dus dat nou om de sanning, je kan discussiëren oneindig over zijn ontwikkeling. Maar als je een fire naar water, dat de toepres Paris aan, zal ook een ontwikkeling komen in de toekomst. En legralati, op het fundament die UNO, fire de, nou heb je gezond drinkwater. Dat wat ik hier, dan kom het water van je morgen op boord, dat we twijfel, dan kom van alle water, we kan drinken nu. Ik vraag me zelf niet dat je dadelijk wat drinken, dus ik drink net zo'n maat in het dus ik moet drinken water. Dus na een risico, van directeur, mogen dat je. Mogen dat je pak. Verschillende sprekers vanuit de overheid hebben aangegeven dat schoon en gezond drinkwater een van de belangrijkste zaken is in het leven. Want misschien dat ik ook ching ching. De taki aan oom man go snel naar alle dorp, maar mi want tegi tak aan o dorp wan de in Parra. U hab meer dan 20 plantage. Sa de te kampen nanga drinkwater. Langs de Afobakaweg. Bijna ef mi begin oom in oom ba. Dus dan me begin aan alle lespeki nanga sakafasi. Tak noeri giser nang. Want ik teka roko en mi sap tak yo ye kunu. Nono doro aan moment dat hij het drinkwater heeft moeten uit de kraan, om zo te zeggen. Maar nog alles maar kiezen we aansluitingen af naar Bebo. En natuurlijk, waterleiding, SWM, nou een bedrijf zou leveren drinkwater. Deze waterleiding kon nou een pressie, dat waterleiding niet kon leveren gewoon water geven, maar waterleiding liever water geven volgens de hoogste standaarden. Dat na drinken water. Omdat die waterleiding nog kan maken dat die ook die water dan drinken water. En de directeur voor SWM Taking ook toe, directeur voor SWM Taking, taki na Aliba water, de pompoekon, na de huishoudens. Dat die we nog bij man drinken. Maar verandering ook in ADC, nog een nieuwe waterzuiveringsinstallatie. Installeer San Kan Ohara Watra voor uit den bronputten en Awatra Ozuiver taki bijkans 320 huishoudens kan men gebruik voor wat traditie. Ik wil jullie feliciteren aan de dorpspolitie, alle gemeenschappen voor Redidotti. Ik feliciteer u alvast voor mijn dag morgen vara. Nanga. Een mijlpaal is hier. We hebben nog een mijlpaal, omdat hier een jaar komt, voor Luko, al die dorpen in het binnenland, en leeft hier zo naar Parra, dat we straks hier op de kamp van gezond drinkwater. Vandaag, na de dag, we op een kran, en Redidotti ook is hier. Drinkwater, ja, zo in het dorp. Met de oplevering van dit waterzuiveringssysteem hebben bijkans 320 huishoudens, ofwel 1600 bewoners van het dorp Redidotti en omgeving, toegang tot schoon en gezond drinkwater.